Hogeveen TV wordt mede mogelijk gemaakt door de Zuidema Groep, Adviesgroep Mulderijverzekeringen, Danny Schilderwerken, Drukkerij Ballast en Hilbrink, Volksgroothandel Hogeveen, Nijenhuis Uitzendbureau, Hogeveen Mannenmode, A28 Personeel en Opleidingen, ING, Tankstation Klok, Albert Heijn Overijn en de Businessclub Hogeveen. Ja, Kjeld Engbers, 3-2 overwinning tegen Purmerstein. Theo Gebeek, kampioen. Eerst maar de felicitaties naar Theo Gebeek, denk ik. Lijkt mij ook. Volgens mij 15 keer op rij gewonnen, dus ik denk niet meer als verdiend. Ja, we vonden die reeks van jullie al uniek eigenlijk, die 9. Maar dit is nog is eigenlijk ongekend, hè? Ja, nou ja, we moeten gewoon eerlijk zijn. Als ze 15 keer op rij winnen, dan zijn ze gewoon terecht de kampioen, lijkt mij. Ja. Nou, jullie vandaag dan. 3-2 overwinning. Ik denk dat je tevreden bent, hè? Met name over spel ook in de eerste helft. Ja, vooral eerste half uur. Volgens mij tot aan die tegengoal. Ja, iets daarvoor waren we misschien net wat slordiger. Maar ja, eigenlijk heel tevreden. We voetbalden goed. Zagen de ruimtes. We speelden prima. Ja, ja, want had je ook een beetje het gevoel van ja, er staat niks op het spel. Ik proefde dat zelf wel een beetje qua sfeer eigenlijk. Lastig te zeggen. Want ja, als Theo Gewee een slippertje maakt, dan staat er wel weer wat op het spel. Kan ik beter niks over zeggen. Nee, maar ik kan me voorstellen, ongemerkt, dat zag je bij Purmerstein natuurlijk ook, van, ja, je weet gewoon van, het zijn niet zo'n spel. Ja, ik denk inderdaad heel goed dat je zegt, ongemerkt dat er misschien insluit, maar op voorhand zeg je dat niet. Nee. Nou goed, je zegt het al, vooral tevreden denk ik ook over het spel, over de flankte, de diepte die werd gevonden. Ja, inderdaad, volgens mij kwamen we er een paar keer goed door en door de as en door de zijkant. We zagen gewoon de ruimtes vandaag en we kregen ook de tijd om te voetballen. En dan zie je dat wij dat heel goed kunnen bespelen. Tweede helft, ga je toch op een gegeven moment minder risico nemen, een aantal wissels worden toegepast. Ja, en dan valt Ayoub uit. Dat ziet er niet erg goed uit op het eerste gezicht. Nee, klopt. En als je met elkaar van het veld afgaat, dan lijkt me sowieso niet dat het er goed uitziet. We weten niet wat het is. Afwachten, denk ik. Wat gebeurde er precies? Ik weet niet of hij kreeg schop op de enkel of hij bleef haken met zijn schoen in het kunstgras. Twee verhalen gehoord, dus ik zou het niet weten. Dan moet je met 10 man verder, omdat er al gewisseld is, of er niet meer gewisseld kan worden. Ja, dan kun je haast nog oefenen op het uitspelen van een wedstrijd. En dat deden jullie goed. Ja, we stonden gewoon goed compact. Volgens mij hebben we niet één kans tegengekregen, die schoten ze dan nog over. Maar voor de rest stonden we gewoon goed compact. We gingen goed op elkaar staan. Nou, en we weten dat we altijd gevaarlijk kunnen zijn met een Rafael voorop, met zijn snelheid. En dat deden we gewoon erg goed. Haalde die daar misschien dan nog wel te weinig uit uiteindelijk, met die snelheid van Rafael? Ik denk het is het einde van de wedstrijd, hij heeft de hele wedstrijd gespeeld, de pijp is ook een keer leeg en hun stonden nog wel achterin op zich prima en ik denk niet dat we er te weinig uithalen, want zulke grote kansen niet gekregen, maar we hadden het zelf misschien beter op voorhand kunnen doen dat hij meer ruimte en tijd had, dan had het misschien wel gekund. Dan krijgen we volgende week een hele gekke wedstrijd, nummer 2 tegen nummer 3. HBS tegen Hogeveen. HBS heeft ook gewonnen. Verschil 1 punt. Je kunt zelf volgende week kiezen gewoon tegen wie je wilt spelen daarna. Ik weet niet precies hoe dat allemaal werkt. Ik hou me daar niet. Ik ben het zo langzamerhand het raad ook weer kwijt hoor. Ja, ik zou het echt niet weten. Daar zou deze week denk ik dan wel over gesproken worden. Wat de beste aanpak is voor tegen HBS. Maar het lijkt me gewoon dat je wil winnen. Elke wedstrijd wil je winnen, dus die ook. Ja, nou ik kan me voorstellen in ieder geval wat wel heel erg duidelijk is. Hoogst geclasseerde periodekampioen, dat zijn jullie nu. Die speelt uit op een donderdagavond. Die andere twee wedstrijden zijn allemaal thuis. Normaal wil je natuurlijk het liefst eerst uitspelen. Maar ik kan me voorstellen op een donderdagavond naar het zuiden dat je dat liever niet hebt. Nou, ik speel liever de eerste wedstrijd uit en dan de tweede thuis. De tweede wedstrijd kan je soms nog even alles omdraaien met je publiek erachter. Dus liever op donderdag verre uitwedstrijd als thuis. Vrije dag kunnen we wel regelen met Henry en Randy? Ik denk dat ze daarin wel meewerken. Oké, nu anderhalve week. Natuurlijk moet die wedstrijd gespeeld worden volgende week. Maar Nico zei het al, volgende week gaan we toch wel een beetje kijken van hoe kunnen we ons ook min of meer sparen. Want ja, je moet gewoon vlammen natuurlijk uiteindelijk in die nacompetitie. Hoe gaat het leven bij jullie? Nou, dus ik denk dat je moet gewoon leven zoals je na elke wedstrijd doet. Volgens mij hebben we een hele goede periode gehad en later wat slechter. Maar we hebben elke keer gewoon hetzelfde gedaan, dezelfde voorbereiding als anders. En dat moet je blijven doen. Gisteren een mooi stukje gehoord van Wesley Sneijder voor de Champions League wedstrijd. Dat ze ook gewoon een borreltje drinken bij wijze van voor de finale. Dus je moet gewoon blijven doen wat je altijd doet. Dus er wel voor leven. Ja, inderdaad. Zei ik met een knipoog even, Kjeld. Zo is dat.
Ja, wat, hoe heb jij teruggekeken op de afgelopen weken? Met name na die wedstrijd tegen Alcides heb je veel over je heen gehad. Ja, er is over gesproken, dat is gewoon helemaal de wereld uit voor jou al? Nou, ik wil me daar op dit moment niet over uitlaten. Nee. Maar het heeft je wel geraakt? Ja, natuurlijk. Als sowieso wat gezegd doet, dat wat met je. Maar nogmaals, ik wil daar verder niet over op ingaan. Wat dat betreft heb je je voeten laten spreken vandaag? Lijkt mij ook. Dank je.